We zijn vandaag op de 25e editie van Tiny Day in de Brabant Hall in 's-Hertogenbosch. Je kan hier een heerlijke dag genieten, proeven en beleven. En je kan hier vooral heel veel inspiratie op doen voor de tuin. Tuin is eigenlijk de start van het voorjaar. We gaan gewoon kijken voor ideeën voor in de tuin en kijken naar mooie plantjes. Om puur echt om wat ideeën op te doen, hè, voor de eigen tuin. Dus, We zijn op zoek naar een eettafelset en een lounge set voor in de tuin. Dit jaar zijn er ook weer de wedstrijden van de nationale wedstrijd tuinenleg. Daarbij strijden jonge hoveniers om wie de beste tuin heeft aangelegd. En de winnaar die mag zelfs naar de World Skills wedstrijden in Abu Dhabi. Ja, er zaten wel een aantal punten in waar flink over nagedacht moest worden. En wel lastig was, maar uiteindelijk zijn we tevreden met het resultaat. Dus. Wil je ook wel zo'n vis hebben? Nee. Zo niet? Ik wil ze er niet uitzien. Ga je mee een natuurlijke vijver maken. En dat vind ik wel heel belangrijk. Dus niet zo'n hele strakke vijver, maar een beetje op Japanse stijl een vijver maken. Hebben jullie voor de rest al mooie dingen gezien? Zeker wel. Ook hele mooie luxe dingen, zoals een jacuzzi en leuke tuinmeubelen. Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat het past dan in de Japanse sfeer. Dat blijft bij een droom waarschijnlijk. Dat zal een droom. Wat ik zelf heel erg leuk vind, is toch dat het beetje mutsige imago er een beetje af is. En dat er echt hele leuke trendy dingen staan. Welkom in Eindhoven bij het grootste inline skate event ter wereld. Er worden wedstrijden gehouden voor junioren, professionals en dames. En ze komen uit 42 landen. Waar komen ze zoal vandaan? Van alle landen van de wereld, van Australië tot Amerika, tot Zweden, tot Duitsland, Nederland. Iedereen doet er eigenlijk aan mee. Ik kom van Spanje. I'm from Sweden, Eskilstuna. I'm België, Antwerpen. Doe je zelf ook mee? Nee, helaas niet. Waarom niet? Ik denk dat ik te oud ben. Why did you come here to Eindhoven? Yeah, because it's the best competition in the world, in my opinion. I really like it. The atmosphere, the people, the community, the fucking contest, everything is so fucking amazing. Ik heb niet per se een best druk, maar ik heb wel zeg maar mijn ding met zeg maar dit soort wedstrijden is zeg maar dat ik blijf gaan. Ik heb best wel een goede conditie, dus ik blijf altijd weer gaan. Dus ik heb mijn schouder ontwricht en ik heb ook een knieblessure gehad, maar ik ben daar nu overheen. Ik ben aan het fitnessen om mijn lichaam sterk te houden. Ik skate al 15 jaar. Ik ben begonnen toen ik 4 jaar was en skaten is al heel mijn leven gewoon. Ja, maar het is best wel een gevaarlijk sport dus. We dragen wel bescherming natuurlijk, een helm, inlines, kniebeschermers. Je moet eigenlijk een beetje weten hoe dat je het moet aanpakken. Ik geef zelf ook skateles en wij leren wel wat de gevaren zijn. En uiteindelijk als je goed traint, is het niet meer zo gevaarlijk. Je neemt wel risico's natuurlijk. Mensen over de hele wereld komen naar deze plek toe voor deze wedstrijd. Echt bizar vet. De agendatips voor komend weekend kunnen we heel simpel houden. Optochten, muziek en feest. Kortom, carnaval in heel Brabant. Voor een goed overzicht, kijk op omroepbrabant.nl/carnaval. Fijn visje niet!